Zo, goedemorgen kerk. Woe! Nou, voor degenen die mij niet kennen, ik ben Joelle. Ik ben getrouwd met Roderick. Dit jaar 20 jaar. En we hebben 3 kids. En ja, we zijn echt heel gezegend om deel te maken uit COC. En ik ben geboren en getogen in Aruba. En 12 jaar geleden zei God tegen ons, ik wil dat jullie naar Nederland komen wonen. En ik was van echt serieus. Maar weet je, Gods wil is het beste voor ons. Dus we hebben gehoorzaamd. En we zijn met de kinderen, met 4 koffers, beetje geld op zak. En geen baan, geen huis, geen garantie. Gewoon gehoorzaamheid naar Nederland gekomen. En laat me tegen je zeggen, God heeft echt voorzien. Voor de mensen die ons kennen, die weten dat wij echt gezegend zijn op heel veel gebieden in ons leven. Maar dat is niet, we just got lucky. Het was echt de genade van God over ons leven, maar ook de keuzes die wij hebben gemaakt. We hebben niet keuzes gemaakt op basis van wat wij weten of onze omstandigheden, maar op basis van God zijn waarheid over ons leven. En dat wil ik vandaag met jullie delen. Ik heb het genoemd mijn roadtrip. Het is begonnen op 15 november. Dan weten jullie allemaal wanneer ik jarig ben. En het eindigt, ik weet het niet. Maar het belangrijkste is dat als jij je vasthoudt aan dingen dat je wel weet, dan maakt het niet zoveel uit wat jij niet weet. Dus ik ga vandaag een paar met jullie delen, want ik heb maar 7 minuten gekregen van Pastor Erold. Mijn eerste waarheid is, God is een rechtvaardige God. Waarom is dit belangrijk? Omdat ik geloof dat ieder mens die ooit geleefd heeft, een kans heeft gekregen om God, om Jezus als zijn redder te aanvaarden. De keuze ligt bij de mens. Als het God... Ik weet zeker dat God zou willen dat iedereen gered zou zijn. Maar hij heeft ons een vrije wil gegeven om die keuze te maken. Mijn tweede punt. God is goed. En hij doet goed. Wanneer er dingen in mijn leven gebeuren die ik niet snap, die slecht zijn, bij mij, mijn familie, in de wereld. Ik hoef niet op te noemen wat er allemaal slecht gaat in de wereld. Weet ik 100% zeker dat het niet van God komt. We leven eenmaal in een gebroken wereld. En soms zijn de keuzes die wij maken, leiden ertoe dat er slechte dingen gebeuren. En het mooiste van is, God kan alles ten goede gebruiken. Derde punt. Ik ben gered, niet alleen gered van mijn zonde en van de dood, maar ik ben ook geroepen. Dat betekent dat ik deel ben van zijn lichaam. Als ik niet loop in de bestemming, in mijn roeping, dan functioneert het lichaam niet zoals het moet functioneren. Weet dat God jou uniek heeft gemaakt in deze tijd, in deze kerk. Want dat wat jij kan doen, niemand anders het kan doen zoals jij het kan doen. Denk niet van, ach, ze hebben mij toch niet nodig. Ach, het gaat toch niet. Nee, God heeft jou gemaakt voor deze tijd, voor deze kerk. Volgende waarheid. Alles is vergeven. Dit is heel belangrijk. Het betekent niet dat we mogen zonden, mogen alles doen wat we willen. Nee, het gaat erom dat zonde heeft geen grip meer op jou. Als je iets verkeerd doet, denk je, dat was niet zo slim. Maar alles is vergeven en morgen is een nieuwe dag. En ik ga me niet schuldig blijven voelen. Ik ga me niet dat laten tegenhouden om in mijn bestemming te lopen. En de volgende. God, zijn plan is het beste voor mij. Weet je, vaak bidden we met een oplossing erin. God, ik heb brood nodig. Wij willen je een biefstuk geven. Weet je, God, zijn plan, zijn wil is zoveel groter dan wij kunnen bedenken. Als wij gewoon kunnen loslaten en zeggen, God, ik wil heel graag dat het goed gaat met mijn kinderen. Ik ga niet bidden, God, ik wil dat mijn zoon naar de VVO gaat en ik wil dat hij dit gaat doen en dit gaat doen. Nee,
Bid niet met antwoorden. Bid van God, uw wil is het beste. En daar ga ik voor. En sta er ook voor open. Want soms denken we van, hè? Dit is niet wat voor ik had gebeden. Maar God weet het wel. En vertrouw op hem. Dus, het volgende schermpje. Dus elke dag gaan we door het leven. En zoals ik zei, God is rechtvaardig. Even kijken. Ja, wij hebben een vrije wil om te kiezen. Elke dag maken we keuzes. Nou, ik ga zeggen, we maken goede keuzes. Of laten we het noemen, ietsje minder goede keuzes. En het mooie van is, als wij goede keuzes maken, dan ontvangen we zegeningen van God. In het Engels vind ik zo mooi, blessings. Maar wanneer we dat niet doen, zijn er helaas consequenties aan verbonden. God vergeeft ons. God houdt nog steeds heel veel van ons. Er is niets op aarde dat wij kunnen doen dat God minder van ons gaat houden. Maar wij zitten wel met de consequenties. Wij lopen vast. Wij hebben frustraties. En natuurlijk, God kan je daar ook in helpen. Maar je moet er wel bewust van zijn. En mijn laatste plaatje, ik geloof, één voor laatste. Ik geloof, zo gaat mijn reis. Ik ben begonnen en elke dag heb ik keuzes om te maken. En op het moment dat ik een, laten we het noemen, niet zo goede keuze maak, gaat God het herberekenen. Net als een tomtom. En wat gebeurt er als je een verkeerde afslag neemt? Er komen een paar minuten erbij, hè? En dat is niet zo leuk. Of soms ga je ineens door een dorp heen, dat je maar 20, 25 kilometer mag rijden. Dat zijn consequenties van geen goede keuzes maken. Het zal je meer tijd kosten. Het zal moeilijker zijn. Dus ja, mijn tip is, maak goede keuzes. Maar goed, leer er ook van. En weet dat God jouw mes een message kan maken. Okay, zolang dat jij blijft vertrouwen in hem. Zolang je iedere dag weer opstaat en zegt, God, gisteren heb ik het echt verpest. Maar vandaag is er een nieuwe dag. En zolang ik in jou blijf vertrouwen dat het goed gaat komen en u mij de kracht en de wijsheid gaat geven om elke dag opnieuw het goede te kiezen, komt het echt goed. En ik wil jullie met één Bijbelvers achterlaten die mij echt heel veel heeft geholpen in mijn reis. Ik heb het in het Engels geschreven, want ja, Nederlands is niet mijn moedertaal. Engels ook niet, maar ik vind Engels een hele mooie taal. En er staat in Proverbs 3, 5 tot en met 6. Het zegt, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways submit to him. And he will make your path straight. Oké, okay, dus dit wil ik met jullie meelaten. Kijk, ik heb het mooi gedaan in 7 minuten. En God bless iedereen.